We draaien al die beelden vanuit een helikopter en onder die helikopter hangt een gyro-gestabiliseerde camera. Dat is een grote bol, loodzwaar, ervoor zorgt dat de camera die erin zit helemaal stabiel blijft. Omdat een helikopter eigenlijk de hele tijd trilt en het enige wat eigenlijk in de camera zit is de lens en de CCD. En zoals je nu kan zien beweegt die, maar als de camera aanstaat gaat de lens eigenlijk gestabiliseerd zijn. Dus wat je ook doet met de helikopter, want een helikopter trilt altijd, het beeld gaat perfect stabiel zijn. In de helikopter zit een piloot natuurlijk, zit een operator en de regisseur zit erin. En de operator die bedient een paneel waar hij al die beelden mee draait. Die zorgt voor de kadrering, die zorgt voor of iets een loodrecht shot wordt of dat je eromheen draait of wat dan ook. En met z'n drieën, je bent echt een drie-eenheid. De regisseur moet echt donders goed weten wat hij aan het draaien is. Dus ik maak van tevoren altijd draaiboeken met locaties waar we naartoe gaan. Dan maken we een vluchtplan met de piloot. Daarin staan shots en locaties beschreven van wat we willen gaan draaien voor die verschillende afleveringen. Het is niet zo dat we elke aflevering één vlucht maken of zo. Dit gaat allemaal kriskras door elkaar. En die locatie hebben we allemaal van tevoren bedacht. Wat echt een gepland shot was, is de boeddhistische stupa in Friesland. Dus we weten, we moeten naar Hantum in dit geval. En dan gaan we keurig, vliegen we daar naartoe. Zien we de stupa liggen. En dan gaat het vervolgens alleen nog om hoe je hem in beeld brengt. Loodrecht, of we vliegen eromheen, of we proberen hem te onthullen door vanuit laag eroverheen te vliegen. De niet geplande shots zijn de shots die je toevallig tegenkomt als we ergens overheen vliegen. Heel veel naakte mensen zijn we tegengekomen. Naaktcampings, mensen die met verrekijkers zo naar jou staan te kijken in vol ornaat. En ook gewoon rustig zo blijven kijken. Maar ook een man die het kunstgras staat te vegen. Ik wist niet dat er zulke mensen waren die dit aan het doen waren, maar het gebeurt. Dus dat zijn onverwachte dingen die je tegenkomt. We waren in Limburg aan het draaien. En ik wist dat in de omgeving van Gulpen, dat is heel erg mooi, mooi glooiend landschap. Dus daar hadden we een aantal van onze vaste shots hadden we bedacht. En in één keer zie ik in de verte tuk-tuks rijden. Dat zijn van die kleine Thaise taxietjes, zeg maar. Ja, dat bedenk je niet. Dus dan is het echt ook, daar, op 3 uur, nu daar naartoe. Dus dan is het echt gewoon alles, hè, loslaten en meteen daar naartoe. Tuk-tuks, waar, ik zie het niet. Want die cameraman die kijkt alleen maar door zijn viewer. En die ziet het nog niet. Nee, iets naar links. Ah ja, ik heb ze. Oké. En dat hebben we heel mooi versneden uiteindelijk voor de aflevering Bloei met een trouwerij. Alsof die mensen dus allemaal nadat ze getrouwd waren in die tuk-tukjes door het Limburgse landschap volop aan het genieten waren. Vorige serie merkte dat iedereen wilde weten, oh, waar is dat mooie shot gedraaid? Waar is dat mooie shot gedraaid? Dus daar probeerden we iets op te bedenken. Kijk, je kan een titeltje steeds onder in beeld brengen, maar dat is ook wel weer storend. Het leidt af van het beeld wat je op dat moment ziet. Dus wat we bedacht hebben is, op de site maken we een kaart van alle locaties waar we ooit gedraaid hebben. Maar hoe gaan we dat dan aanpakken? Nou, we hadden in de helikopter 4 GPS-signalen die permanent meeliepen. Als je de uitzending ziet, kan je gewoon exact zien op die kaart waar welk shot is gedraaid. En straks, als de serie bijna voltooid is, kan je de hele kaart zien van alle vluchten die we gedraaid hebben. En die kan je één voor één, kan je al die vluchten aanklikken en dan kan je elk shot op die manier gaan bekijken. En dat is natuurlijk wel heel leuk om op een hele nieuwe manier ook weer naar je land te kijken aan de hand van de helikoptervluchten die we gedraaid hebben.